in het duister van de nacht. Bij het licht van een bliksemschicht aanschouwt een paard met zilveren manen het levenslicht. Toran, het paard heet Toran, als de wind zo gezwind en zo vrij. Toran, zijn naam is Toran, en de kroonprins van de Grumbies is hij. Door de dalen van het land, door het bos en door het veld, als een spookverschijning komt hij vlug aangesneld. Toran, het paard heet Toran. Hij is een kind van de wind, sterk en vrij. Toran, zijn naam is Toran. En de koning wordt Omdat de beschaving zich steeds meer opdringt aan het hoogland, ontmoeten onze vrienden steeds meer mensen. En zo ontdekken zij, net als bij de dieren, dat niet ieder mens hetzelfde is. Helaas worden dit soort lessen niet altijd geleerd door hen die simpel, dwaas of koppig zijn. Heb je dat gezien? Is die Brumby zijn grijve wijzeloos geschrokken? Oh, eenoog Erik in de bocht. Je bent gevaarlijk. Er komt een dag dat iemand jou nog verbiedt dat geweer te gebruiken. Over mijn lijk, zeg ik je. Tussen haakjes, waarom stoppen we hier? We moeten onze tent opzetten. Bovendien, als we nog verder gaan, komen we die gekke oude goudzoeker tegen. Ik denk dat dat de jagers zijn die vorig jaar de dingo's wilden vangen. Goh, dit zal Toran vast nog niet weten. Alleen ik. En het is best belangrijk. Goeie bessen, moe. Bijzonder goeie bessen, hé. Wil je er nog wat? Zeg ik geen nee tegen. Oh, wacht eens even. Kijk, daar is. Dappere bliksem. Zeker, ziet er belangrijk uit. Heel erg belangrijk. Het lijkt alsof je iets weet. Wat wij niet weten. Wat wij niet weten. Bliksem! 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 Nog nieuws? Nog roddels? Vertel ons wat je weet. Iets dat zeer belangrijk is. Van levensbelang. En ik heb geen tijd voor slap gezwets. Ik moet het nieuws doorgeven. Dus ik heb haast. Ga uit de weg, Emoes. Niet eerlijk. Absoluut niet eerlijk. Hij mag belangrijke informatie niet verzwijgen. Inderdaad, wij horen het te weten. Wij eisen het te weten. Laten we hem op een afstand volgen. Misschien zegt hij wel iets. Goed idee, hé. Als altijd. Ah, hier gebeurt iets. Ik voel het aan mijn veren. Kijk die brutale dwaas van een bliksem is. Rondhuppelend alsof hij het belangrijkste dier van het hele hoogland is. Bliksem? Bliksem! Wat ben jij van plan, Bliksem? Je verspilt je adem, Kurrawong. Ik zeg je toch lekker niks. Verspil mijn adem? Bliksem, beste vriend. Beste vriend? Ha! Jij weet zeker ook niks van een vrede en venijnige aanval op mijn rug door onbekende dieren? Wie? Ik? Natuurlijk niet. Waren het humeurige hommels misschien? Misschien. Wat wil je van me, Kurrawong? Ah, een nieuwtje? Een verse roddel die misschien op je lippen brandt?
Zo stom ben ik niet, Currawong. Als ik dat verklap, ga jij met de eer strijken. En vertel je het de Bralga. Nee, dit is mijn geheim. En ik zal het geheim houden ook. Tot ik het degene vertel die het aangaat. Wie zijn dat? Oh, dat is mevrouw... Oh, nee. Ah. Mooi dat ik daar niet intrap. Vlieg maar op en ga een ander bespioneren. Mevrouw, mevrouw, mevrouw. Stik. Wie? Wie gaat hij het zeggen en wat gaat hij haar zeggen? Ah, ik laat het toch niet te slim af zijn door het stomste, ijdelste wezen in het hoogland. Mevrouw, mevrouw. Mevrouw Dingo! Mevrouw Dingo! Huh? Niet? Ik weet het, stomkop. Mevrouw Dingo. En ik zie haar het eerst en vertel haar dat er iets is. Ik zal met jouw eer gaan strijken. Oh nee, hij is er eerder. Wie is er eerder? Wie is waar eerder? Currawong bij mevrouw Dingo. Weet Currawong dan ergens van? Nou? Nee. Maar misschien vermoedt hij het. Vermoedt hij wat? Ja, bliksem. Wat? Oh, nee. Komt niks van in. Ik hou mijn mond dicht tot ik mevrouw Dingo zie. Oh, we vinden haar. We vinden haar. Ja, wij zeggen haar dat jij een geheim hebt. Oh! Ah. Oh, nee. Ze zijn net zo slecht als Currawong. Bliksem heeft een geheim. Bliksem heeft een geheim. Een heel belangrijk geheim. Oh ja, een geheim. Een heel belangrijk geheim dat u betreft, mevrouw Dingo. Oké, dat weten we nu wel. Bliksem heeft een geheim dat mevrouw Dingo betreft. Maar weet ook die man wat voor geheim dat is? Ja, nou, ik denk dat... Ik denk dat het zeer, zeer geheim is. Oh ja, absoluut zeer geheim. Maar als we wisten wat het was, dan was het geen geheim. Oh ja. Oh nee, daar zal je ze hebben. Alles aan het verklappen aan mevrouw Dingo. Hier ben ik dan, met belangrijk nieuws voor mevrouw Dingo. Dat hoorde ik al. Hoorde? Wat hoorde u? Dat jij iets weet dat geheim is. Zeer, zeer geheim. Oh, is dat alles? Ja, mevrouwtje Dingo, ik ben de brenger van belangrijk nieuws. Ik ontdekte dit nieuws. Ik wist dat het belangrijk was. Ik alleen en niemand anders weet ervan. En ik, niet Doran, deed mijn best u op de hoogte te brengen. Goed zo. En wat is het? Huh? Oh, nou, de jagers zijn terug. Je weet wel, de jagers die hier vorig jaar waren om dingo's te vangen. En dat lukte niet, omdat de oude goudzoeker... Die twee jagers. Ja, die jagers. Nou, dankjewel voor de waarschuwing, Bliksem. Het was een zeer gevaarlijke tijd. Ik zal het doorgeven. Goed werk, Bliksem. Dit is belangrijk. Ze zijn weer terug, hè? Ik geef het ook door. Hier blijven iedereen. Doe geen overhaaste dingen voor we meer weten. Bliksem, dit is belangrijk voor ons allemaal. Hoeveel valstrikken waren er? Waar zijn ze geplaatst? Hoeveel jagers waren er? Waar hangen ze nu uit? Dat weet ik niet precies. Ik weet het niet. Ik hield me niet bezig met zulke details. Ze zijn weer terug en daar gaat het om. Ik moest het nieuws hier zo snel mogelijk brengen. Als dat jouw idee van snel is, rondhuppelen als een pedante... Genoeg, Currawong. Iemand moet met Bliksem teruggaan om zoveel mogelijk uit te vinden over de jagers en wat ze nu weer van plan zijn. Currawong, jij kunt spioneren. Ik? Spioneren? Ik dacht het toch niet, Benny. Je verwacht me zeker met iemand anders. Oh, ik zou graag meegaan. Natuurlijk. Maar mijn meester, de Bralga, heeft nog een aantal klusjes voor me klaar liggen. Foei toch, stop dat gezwam. Maakt je angst je soms vleugellam? Ik ga op zoek, dat is mijn idee. Als je het lef hebt, mag je met me mee. Nou, de Bralga zou natuurlijk wel woedend zijn, allicht. En me op mijn donder geven. Maar laat niemand zeggen dat Currawong niets over heeft voor zijn mededieren. Oh, dappere Currawong. Goeie ouwe Currawong, een ware held. Weg!
Dat is beter. Vanaf deze tak heb ik een prima zicht. Ze zijn niet hier. Zeker weg. Het was vast een vals alarm. We kunnen weer teruggaan. Ja, het heeft geen zin om rond te hangen. Ze zijn weer vertrokken. Kom op. Ze zijn niet weg zonder hun spullen. We moeten op zoek gaan naar die knullen. Precies, Mopoke. Ik vind dat we nu de jagers moeten zoeken en hun valstrikken vinden. Jullie vliegen vooruit en waarschuw me als we te dichtbij zijn. Hemel, het is hier vandaag behoorlijk druk. Wat een boel visite. Hoe gaat het, Toran? Beetje gespannen. De jagers zijn terug. Ik hoorde het. U hoorde het al? Ja, Bliksem waarschuwde me. Bliksem? Ja, Bliksem. Hij vond zichzelf nogal belangrijk. Maar geen paniek. We blijven alert op alles wat gevaarlijk kan zijn. En we blijven uit de buurt van valstrikken. Ik denk niet dat ze op jullie jagen. Het zijn andere vallen. Meer een soort kooi. Dat ving ik toevallig op. Kooien, zei je? Oh, hoi, Benny. Ja, zo zien ze eruit. En we stuurden Mopoke en Curavon met Bliksem om een kijkje te nemen. Ze kunnen in gevaar zijn. Ik heb geen idee waar ze op uit zijn. Maar je hebt gelijk, we moeten ze waarschuwen. Maar wie weet jagen ze toch op dingo's. Jullie kunnen beter hier blijven, mevrouw Dingo, voor het geval. Kom op, Toran. Laten we opschieten. Ik kom al. Succes. Een vreemde vorm voor een bosje, of niet? Laten we een kijkje nemen. We kunnen beter voorzichtig zijn. Met de jagers vlakbij is het hier niet fijn. Waar maak je je druk over? Bliksem houdt de wacht. Weet je nog? Van dat bosje heeft niemand hinder. Vergeet het toch, we zoeken ginder. Oh, wees toch niet zo'n spelbreker, Mopoke. Kom op. Voedsel. Kijk nou toch eens, Mopoke. Wrijf je ogen uit en aanschouw dit overheerlijk maal dat hier op ons ligt te wachten om verorberd te worden. We moeten waakzaam zijn. Ik eet niet mee. Deze bessen lijken mij niet bedoeld als diner. Oh, waar is je gevoel voor avontuur, jij oerzaaie pretbederver? Ik heb honger. Desnoods eet ik het allemaal wel alleen op. Oh, oh, oh. Ik wist dat je geen nee zou zeggen. Hé, dat is merkwaardig. Er zit ook nog iets aan vast. Oeh! Nee! Oeh! Oeh! Hé, wat is dit voor onzin, Mopoke? Hoe moeten we hier nu uitkomen? Dit is wat je noemt een gevangenis. We zitten vast tot het hek geopend is. Wat? Wat? Kunnen we er niet meer uit? Opgesloten? Voor altijd? Help! 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 Iemand! Oh, briljant hoor, jongens. Enorm bedankt. Help! Dappere en slimme en sterke Bliksem. Oh, zeur toch niet zo aan mijn hoofd. Ik kan toch niet alles zelf doen, of wel? Kom er onmiddellijk uit en help me de vallen te vinden. Het zoeken heeft me uitgeput. Dit is een val, jij stomkop. Oh ja, vast. Alsof een dingo daarin zou passen. Oh, kom op zeg, genoeg gelachen. Kom er onmiddellijk uit. Oh, ik word langzaam gek. We moesten komen. Oh ja, we moesten komen. Er gebeurt te veel. Er gebeurt zeker te veel. Straks missen we nog een nieuwtje. Oh nee, mogen geen nieuws missen. Wat is dat? Het is een bosjesachtig iets met bessen erin. Bessen! Bessen! Bessen. Zullen we? Zeker. Paniek, Emoes! Waarom
zitten Currawong en Mopoke in dat bosjesachtig iets? Er zitten vast bessen in dat bosjesachtig iets. Daar, bosjesachtig iets! Stop! Jullie rennende roddeltante, stop nu meteen! Oh, lieve emoes. Willen jullie zo vriendelijk zijn mijn meester te zoeken? De Bralga, die hier zeker in de buurt is? Zie je, mijn goede vriend Mopoke en ik zitten momenteel helaas opgesloten in deze... Bosjesachtig iets. Juist, bosjesachtig iets. En we zouden er graag uit willen, maar deze beelzebubberige bruut van een Brumby is kennelijk niet in staat om daar iets aan te doen. Probeer je me soms te beledigen. Maar natuurlijk, jij nare narcistische nitwit. Wat blijven jullie daar nou staan, emoes? Ga, haal de Bralga. Hij zal zijn allerbeste vriend nooit opgesloten laten zitten in een kooi. Ga! Oké. Goed, dan ga ik maar. Beledigingen doen me geen pijn. Ook al weet ik niet wat een beelzebubber is. Mijn fout is het niet dat er geen vallen of jagers vonden. Of dat jullie vastzitten in een bosje. En ik ga zeker niet wachten op de Bralga met zijn slechte humeur. Dag! Mooie dag voor een wandeling. Ja, hele mooie dag voor een wandeling. Mooi gedeelte van het hoogland ook. Oh, heel mooi gedeelte. Geen twijfel mogelijk. Veel mooier dan dat andere. Houd toch jullie koppen dicht. Koppen dicht? Oh ja, zonder twijfel. Wij kunnen onze kop dicht houden, nietwaar, hé? Zo dicht als een bosjesachtig iets. We zijn hier, machtige meestervriend. Oh, hemel zij dank, bent u mij komen redden. Kijk, kijk, kijk. En wat hebben we hier? Wij zijn tegen een soort van probleempje aangelopen, o machtige. Oh, wat een tragedie voor zo'n vriendelijk spionnetje. En voor die eerbiedwaardige Mopoke. Sneu. Hoe toepasselijk. Die grote bek in de problemen door zijn eigen grote bek. Je kwam er zelf in. Je komt er ook zelf maar weer uit. Wat? U kan toch niet? U zou toch niet? Oh, kom terug, machtige Bralga. Kom terug. Mopoke. Currawong. Waar hangen jullie toch uit? Mopoke. Currawong. Help. Hier zijn we! Currawong! Hou vol! We komen! Toran! Hier zijn we! Dichterbij! Dichterbij! Red hem! Maar eerst mij! Daar zijn ze! Wat een gelukzalig aangezicht! Toran! Wat fijn dat je hier bent! En Benny! Mooi! Gered in een moment! Uh-oh! Wat is er met jullie gebeurd? We zitten vast, zoals je ziet. Bijzonder prettig is dat niet. Haal ons hier meteen uit. We kwamen jullie hier net voor waarschuwen. Maar we zijn dus te laat. Sorry. We proberen wel iets te bedenken. Denken? Dat is lang niet voldoende. Jij filosofische... Hou je snavel en stop dat gehuil. Toran, verzin iets en red een uil. Kijk, kijk, kijk. Wat hebben we daar? Een Mopoke. Dat levert een aardige duit op. Goeie valstrik, zeg. Ze zijn zeldzaam. Jammer dat er maar eentje is. Die Currawong hebben we niet veel aan. Is te gewoon. Daar heb je geen donder aan. Maar in ieder geval hebben we beet. Die andere vallen waren leeg. We halen de bladeren van de kooi en nemen ermee terug naar de tent. We moeten ze redden. Maar hoe? Heb jij een idee, Benny? Nee, ben bang van niet. Hé,
Je moet ook altijd bliksem redden, Toran. En zoals altijd op het uiterst ongelegen moment. Nu komt het misschien wel gelegen. Kijk. Hier ben ik, bliksem. Volg mij. Hey! Uitkijken. Hey, 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 hey. Bliksem, we moeten op Poken en Currawong redden. Oh, vergeet die twee. Red mij. Ben ik mee bezig. Echo, van wie zou dit zijn? En wat zijn ze hier aan het doen? Oh, dit is ons einde. Dat is de mens die Toran achtervolgt. Hij doodt ons allemaal. Oeh. Misschien is hij niet onze dood, maar juist onze redder in de nood. Mopoke, mopoke. Wat? Jagers? Oh, daar maak ik me zo kwaad om. Jagen alleen maar voor geld. Kom op, ga er maar uit, vrienden. Voor vandaag, Echo. Die Brumbies zullen al lang weg zijn. Dat tweede paard zag eruit als die zilveren Brumby. Maar als dat zo was, was het een spook. We zagen hem zelf over de klif verdwijnen. Ga maar. Bedankt, Toran, voor het snelle werk. Het idee met de mens was zeer sterk. Zonder jou was ik nu heel ver weg. Een gevangene met erg veel pech. Graag gedaan, hoor, Mopoke. Het was eigenlijk Bliksem die me op het idee bracht. Huh? Oh ja, klopt. Vertel ons dus het hele verhaal. Wat gebeurde er precies met Currawong? Dat weet ik niet. Nam vast de benen. Ineens was hij simpelweg verdwenen. Typisch. Zo redde Toran, Mopoke en Currawong met de onbedoelde hulp van Bliksem en met de vriendelijkheid van de mens. En het nieuws over het nieuwe gevaar verspreidde zich snel onder de dieren van het hoogland. Het was nog niet voorbij, want de jagers waren er nog steeds.